Michel en Elena. En Leneke zeggen wij. En ze zijn nu 50 jaar? 50 jaar getrouwd. En dat een plezant koppel is, vriendelijk. Ja. De volgende straat rechtover ben ik. Een vrouw ken ik beter, hè? Ja, wel, ja. Daar zit ik alles mee op de bus. Dat hij altijd op dingen op de Nesso gewerkt heeft. Hè. Ja. En mijn zoon die werkt er ook. Dat is een goede dag en die zijn altijd vriendelijk. Ze moeten dat lang 50 jaar uithouden, hè? Ik ben al 56. Jij al 56 jaar getrouwd? Dat is wat anders, hè. Ik werd naast jaar 80. Ah, potverdomme. Dan ga ik ook een keer komen filmen. Bedankt. Salut, hè. Ah ja, want we hebben allemaal een briefje in de bus gehad. Toch, Michel heeft bij ons toch het muziek gespeeld van jullie vroeger jaren. Ah, en hoe lang kenden ze zo al? Ik? Ah, als 50, ja, als 50 jaar. Van staan ze getrouwd zijn? Ja. En dat voelde al, want hij was nog niet getrouwd dat hij het muziek speelde bij ons. Als ook de man wat er iets plezant kan van vertellen, van Michel, ja. Dat is altijd goed overeengekomen hebben. Ik heb je gekend als kind, maar ja. Ja, ik heb die goed gekend. Want uw zus heeft ook bij ons gewerkt in de tijd. Dat ziet altijd als een toffe, want die springt naar voor de NSB. Dat is altijd een keer per maand gewoon die korte. Ja. En dat is gewoon de laatste zondag van de maand. Ja, maar. En als ze dan geen volk genoeg hebben, dan springt die baan. Voor de kaarten of voor de kaarten? Kaarten, ja. Bieren is dat geloof ik. Ja, dat is wel. Als er niet gemotig is, dat scheelt dan doe ik het maand als het nog eens gemakkelijk koopt, dat weet ik. En wel, moet uw hand ook een keer in beeld komen? dat is geen gewoon hondetjes, hè? Is het een kwaaie? Ja, moet je goed in de oren. Want ze daar verder. Zo is de knappe. Ja, het is geen gewoon. Ze gewoon presenteren, ze kijkt ze. Ja, maar die hier gewoon een rijk kind, ik weet het niet. Het is eigenlijk de noem van mijn zoon, hè. Mijn zoon is dat tegen. Alleen uw zuster, die wil ze juist net verstoren, dat is een zuster van u, Julia. Hè. Ja. Die de ouders, hè. Gaan we het er weer op zeker niet. Ik weet niet wat dat wanneer zijn trut gewoond heeft. De twee oude vader, hè, die hebben altijd met de ouders gewoond. Ja. Van Alleen. En de broer, die werd er benoemd door de Martijn Meersman. Ah, ja. En dan moest ik oud geweest. Ja, ik weet dat hij op het Keethof geboren is. Ja. Hij is op het Keethof geboren. Zij in de Broekstraat. En daar heb ik er ook opgeschreven. Zij had altijd met Madeleineke gekokt. En weet je wat ze ook opgericht heeft? De Rode Valken. Hé. En Michel, daar heb ik opgeschreven. Dat is ook als je van een computerkrak. Ja. Wij zijn van 42 ook. Wij gaan altijd koffie drinken met de ploeg. Natuurlijk, ja, ik zou het nog veel meer. Er zijn mannen die met u geboren zijn, die zullen het ook nog beter weten. Ik ben 24 jaar. En ja, ik heb die mensen hier altijd weten wonen. Hè? Ja. Heel sympathieke mensen. Ja. Maar je hebt toch de moeite gepakt om het gewoon te versieren? Oh ja, voor wat niet? Ah, ja. Ze hebben dat gevraagd, dus... Ja, dan doen we dat, hè. Dat is goed. Eerst stond het in de gazette. Je bent terug, hè? Ik heb niet wat te snappen, dat is goed. Ja, dat... Zij is er altijd gewoond. Zij is van Ruppelmonde, Oremal is ook in Ruppelmonde geboren. Voor de rest woont zij hier al die tijd. Ze heeft twee kinderen. De hele gewone, de slimme. Die hebben al haar gebracht, jongen. Hij zit een dochter. Hij zit dus allemaal de roek lekker wel de vader. De jongen heet Rudy. Het masker heet Christen. Toffe mensen. Proficiat voor de buren. Voilà.
zien we allemaal op moeten kijken. Jij kent dat van computer. Oh, Michel ook. Oh, Michel ook, dat heb ik ook. Ja, bij mij ook zo, hè. Maar jij doet het. Zeg, Corrie, maar dan moeten we wel een computer hebben. Maar ja, maar bij de kinderen niet zo bekijken. Dank u. En zei hij dat niet direct ingetrokken in 1960. Oh, wat dat is. Kijk, hoe is het? Is dat aan mij? Over mij is al schiet op mij. Ja, ja, ja. Is dat voor mij niet? Ja, ja, ja. Is dat aan mij? Dat is je vindt ook de dapste, hè? Ja, dus ze konden nog wat tv misschien. Ja, dus. Ja, we zijn al gelijk anders tegen de just. We zijn 10 jaar. Dat is mijn tante. Hoe lang kende die al? Van ik geboren zijn, hè? Van bij mijn geboorte. Wat voor dat is toch wel iets curieus, hè? Van 50 jaar samen. Een zus van mijn... We gaan een keer een bende beroemde kruibekenaren maken. Kan er maar bij. Maar de buren zijn ook loftoos. Ja, ja, wel. Laat ze maar komen. 52 jaar getrouwd. Wie zijn dat? De buren hier wat verder. De buren hier wat verder. Ja. Ik ben daar 87. Ja? We zijn hier gekomen, geloof ik, je was 44. Dat is 45 jaar geleden. Ja, is... Ik heb die maar leren kennen van dat ik hier gekomen ben. Helene rond thuis, ze was hier. Hè. Het zijn goede buren. Proficiat, Helene en Michel. Ja, oké. Okay.